Goedemorgen mensen, welkom bij weer een nieuwe Achteruitkijkspiegel op deze zonnige dag. Ik ga eens even bellen met collega Roy, om eens te vragen hoe het met hem gaat en of hij een goede week gehad heeft. De telefoon gaat over. Geen car kit deze keer. Damian Hagen, goedemorgen. Hallo Roy, goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, je gaat helemaal goed. Zeker. Jij bent geloof ik onderweg in wat we misschien wel inmiddels een klassieker mogen noemen. Ja, ik zit inderdaad in een, in een klassieker. Ik zit in een Citroën C1. Mijn eigen Citroën C1 trouwens. Dat is onze tweede auto in het gezin. En hij is jarig deze week. Dus ik dacht, ik verwen hem met een ritje op deze zonnige dag. Ja, en is dat nodig om een beetje de motor... Hij is 10 jaar oud. Is dat nodig, dat ritje, om een beetje de motor schoon te branden? Of doet hij meer dan alleen naar de supermarkt? Nou, hij wordt eigenlijk veel te weinig gebruikt. Dus we merken vooral in de winter, dan krijgt hij wel een beetje last van het feit dat hij veel stilstaat eigenlijk. Dus dan komt er wat vocht hier en daar. Bijvoorbeeld mijn binnenspiegel is geoxideerd doordat hij veel stilstaat. Dus af en toe gewoon even lekker een verwennen rijtje. Ja, dus af en toe gewoon even lekker in de avonduren legaal 135 rijden met de airco en de verwarming aan. Precies. En dan, precies. Hij heeft deze week heeft hij een verwendbeurtje gehad bij mijn garage. Nieuwe APK erop, dus hij is weer helemaal goed. Ja, want ze houden het goed vol, die auto's volgens mij. Ja, heel goed. Ja, prima. Dus we hebben er ook nog nooit wat mee gehad in die 10 jaar. Ik heb een nieuw gekocht ooit. Maar de wereld is wel veranderd, merk ik, als ik erin zit. Niks zit er eigenlijk op wat je tegenwoordig op moderne auto's vindt. Dus geen car kit, geen navigatie. Geen cruise control, geen elektrisch verstelbare buitenspiegels. Verzin het maar, het zit er allemaal niet op. Ja. En toch vind ik het een leuk ding om te rijden. Ja, nee, ik ben met je eens hoor. Mijn wederhelft heeft lang in een 107 gereden nog. En ik daar ook af en toe. En iedere keer dacht ik, hij is zo lekker licht ook. En het motortje is wel leuk. Prima auto. En super zuinig. Ja, inderdaad. Ja, alles is goedkoop aan dat ding. Brandstofverbruik is laag, onderhoud kost niet veel. Verzekering is niet veel. Dus, en je komt nog eens ergens. Ja. En niet voor niets was hij populair in Nederland. Want jij was niet bepaald de enige met een C1 en of een van de drieling volgens mij. Nee. Die van ons is dus van 2011. En ik geloof dat het topjaar was van die drieling. En dat bijna 1 op de 11 auto's geloof ik, die toen verkocht werd, was een van de drieling. Ja. Dus dat was echt gewoon auto's die alle drie in de top 10 van de verkopers stonden. Ja, dat is met het A-segment wel veranderd nu. Nee, dat klopt. Het is veel minder verkrijgbaar. Ik heb wel het idee, maar ik heb de cijfers even niet in mijn hoofd, dat de Citroën wel de minst populaire van de drie was. Ik heb het idee dat de Aygo en de 107 wel meer werden verkocht. Klopt. Want toevallig heb ik daar wel even naar gekeken. En de C1 deed in dat jaar zo'n beetje 10.000 exemplaren. En de 107 en de Aygo ieder tegen de 20. Oh ja. Dan heb je dus, de meest zeldzame van de drie heb jij dan. Die zie je dan verder nooit. Precies. Ja. Ja, precies. En hoeveel kilometer staat erop? Oh, 61.000. Oh, dat is knap in 10 jaar. Ja, hij heeft in het begin wel heel veel gereden, maar de laatste jaren vrij weinig. Ja, maar jullie houden hem gewoon aan, want het kost niks en rijdt lekker. Precies. Voor de rest van het gezin die dan lekker mobiel is. Hè? Ja, dat is het. Dat is het. Ik kan me voorstellen hoor. Ja, dus. A-segment sindsdien sowieso de opvolgers. Hè? De tweede generatie 108 Aygo C1. Dat vonden wij ook met toch maar een stukje minder op de redactie. Ja. Nee, dat is zo. Volgens mij is technisch niet heel veel anders geworden aan die auto's. Dus dat verouderde een beetje mee. Geen turbomotoren bijvoorbeeld erop. En weet je, het is niet het stilste van het stilste. En kijk, de Koreanen hebben toen een enorme inhaalslag gemaakt. Ja. En als je hebt Picanto en een i10, dat zijn auto's die echt gewoon 2 klassen beter zijn dan deze auto's. Ja. Dat is gewoon zo. Nee, ik ben eens hoor. Je had ook nog de Opel Call, die kwam op een gegeven moment. Die is inmiddels alweer weg, maar dat was stiekem ook een erg goede auto. En ineens, eerst verkochten ze steengoed en toen liepen ze ineens helemaal achter. Ja, zo gaat het als je niet ontwikkelt. En nou worden ze geschrapt. Ja. Is het klaar? Ja, afgelopen. Nou ja. Dus het was mooi. Wat is je opgevallen deze week, Roy, in het nieuws? Nou, wat mij in elk geval opviel was een nieuwtje uit het zuidwesten des lands. Namelijk dat in de Westerschelde-tunnel, natuurlijk die het oude veren Vlissingen-Bresgrens heeft vervangen. Daar moet je tegenwoordig je automatische cruise control uitzetten. Er staan blijkbaar borden nu in het begin van de tunnel.
Omdat blijkbaar hadden te veel auto's last van ghostbraking. Dan reed je daar gewoon de braaf... voor mij is ook direct controle daar. Hè, dus laten we zeggen 107 op de cruise control. En ik weet even niet zeker of je 100 of 80 mag in die tunnel. Maar either way. En ineens remt die auto dan. Maakt een noodstop. Omdat hij wat voor zich zag. En dan vermoedelijk waren er bepaalde modellen. Die zagen dan de delen van de tunnelwand. Dus een ventilator die daar hangt of zo. En die tunnel loopt natuurlijk ontzettend stijl naar beneden. Het is echt een hele diepe tunnel. Ik heb zelden zoiets meegemaakt. Ik heb er wel eens gereden. Maar dat werd aangezien voor een obstakel. En dan ging je auto ineens vol onder ankers. Terwijl je dan gewoon normaal tempo reed. Ja, dan schrik je wel. En als natuurlijk iemand vlak achter je rijdt. Dan kan het gevaarlijke situaties opleveren. Dus dat vond ik wel typisch. Dan zou je zeggen van dat is getest, hè, zulke dingen door de fabrikanten. Maar blijkbaar ging het daar zo vaak mis dat de tunnelexploitant nu borden heeft neergezet ACC uit. Oh, nou, dat is wel heftig eigenlijk. Ja. En ik weet niet wat jouw ervaring is, maar ik heb nu wel eens bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Hè, als je ineens een slinger moet maken en er staat zo'n bouwauto eigenlijk voor je voordat je rijdt. Dat een auto dat ook niet. Maar dat snap ik dan nog een beetje. Dan kan je zeggen, het is een uitzonderlijke situatie. Maar gewoon in een tunnel rijden. Ja, zeker in Oostenrijk de Mont Blanc tunnel en dat soort dingen. Ja, dat zit je er ook lang. Hè? Dat zou toch niet de bedoeling zijn. Maar goed, misschien zijn die minder snel. Nee. Hè? Dat kan, dat het daar aan ligt. Ja, en het lijkt mij juist eigenlijk dat zo'n automatische cruise control in een tunnel juist ook juist veilig kan zijn. Omdat het afstand houden is altijd belangrijk. Zeker. Zeker als het trackcontrole is en je moet dat zelf moet je een beetje 80 gaan bijhouden. Ik vind alleen al op de A2 Utrecht-Amsterdam, als dat wel eens een Dacia zonder cruise control, nou, dan word je helemaal gek, want iedere keer kruipt die snelheid weer omhoog. Omdat je bijna stationair harder rijdt dan 80 in z'n 5. En met de cruise control dan rijd je een stuk ontspannender. Maar ja, dan is de vraag, kan je dat loskoppelen? Hè? Er zijn modellen waar je natuurlijk de cruise control aan kan zetten met de automatische cruise control uit. Maar er zijn ook modellen waar het is of het een of het ander. En dan heb je die keus niet. En dan is ineens, denk dat de tunnel best lang is. Zeker omdat je ook heuvel op heuvel afgaat. Dan moet je heel goed met je gas de boel onder gaten houden. Ja, een bijzonder nieuwtje eigenlijk. Ja. Nog iets in het autonieuws opgevallen? Nou, er waren ook een aantal nieuwe auto's deze week onthuld. Vorige week trouwens een aantal sportwagens. Ja. Maar deze week, een van die twee is de Ioniq 5. En die heet uiteindelijk toch geen Ioniq, maar Hyundai Ioniq. Het is toch een Hyundai geworden. Ja. En ik vind het eigenlijk een verrekte mooie auto. Ik vind het ook een hele mooie auto. Heel mooie, strakke lijnen. Een beetje, toch een beetje retro gevoel, maar toch ook weer niet. Ja. En ik vind het wel heel mooi, want ik denk dat het anderhalf jaar geleden is dat op de beurs van Frankfurt stond de Hyundai 45, heette die toen, of 45, of zoiets. En dat was eigenlijk een beetje de voorloper. En toen werd het nog een beetje als een retro design neergezet, hè? Want hij heeft een beetje de lijnen, zeker, als je goed kijkt, van de Pony waarmee ze ooit zijn begonnen in de jaren 70. En die lijnen zitten er weer een beetje in terug. Maar het is wel een, als ik de specificaties bekijk, echt wel een heel concurrerende auto, hoor. Nou ja, dat is, en het design is goed. Maar onderhuid ziet het ook allemaal heel goed uit qua range en qua snelladen ook wel. Ja. En wij vinden natuurlijk, als je even de dure modellen als een Porsche Taycan en Tesla wegdenkt, dan is eigenlijk een Hyundai Kona Electric en de Kia Niro, dat zijn eigenlijk misschien wel de beste elektrische auto's op de markt qua value for money. Ja. Dus ze liepen al eigenlijk een beetje voorop. En dan komt dit ding er met een klap overheen. En ik denk echt dat het een steengoede auto gaat worden. Omdat ook qua elektrisch verbruik en daarmee dus je actieradius, is onze praktijkervaring dat Hyundai en Kia het heel goed doen. Dat eigenlijk alleen Tesla doet het nog beter. Ja, echt heel goed. Ja. Weet jij met een keer nog met de Hyundai Kona, ben jij helemaal naar Spanje afgezakt? De Kona Electric. Dat is natuurlijk ook wel een avontuur. Ja, dat was zeker een avontuur. Maar ik moet je zeggen, eigenlijk goed te doen. Ja. En maar als ik dan, want die Kona die ik had, die had toen een accupakket van 64 kWh. Ja. Maar volgens mij het grootste pakket wat je kan krijgen op de Ioniq 5 is straks, gaat naar de 80 kWh toe, toch? Ja, even kijken, voor mij is dik 72. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, een beetje, dus dan kom je toch een heel stuk verder. Ja. Lange reizen maken met die dingen, dat gaat steeds beter. Ja, en deze gaat ook waarschijnlijk, optioneel krijgt hij ook zo'n 800 volt systeem, net als de Taycan. En dan kan het snel laden tot iets van, ze noemen zelf aan de 350 paal, maar ik heb even doorgezocht. En voor mij is de max die je kan vinden is iets van 220 kilowatt, wat nog steeds heel snel is. Okay. Dus de Porsche en de Audi e-tron GT zijn nog sneller qua laden. Maar het is, voor dit segment is het natuurlijk echt dat ik heb het met Taycan wel gehad. Nou, het is bizar hoeveel stroom daarin gaat. Dat is ongeveer, zeg maar, ongeveer 120 keer wat thuis uit je stopcontact komt. Op zijn sterkst. Ja. Dus dan moet je niet te dicht bij de laadkabel staan, anders gaat je haar overeind staan, heb ik het gevoel. Maar dat is natuurlijk, voor snelladen is dat briljant. Dat is echt, dat maakt het zo relaxed.
En voor een redelijke prijs, ja, ik bedoel, ik heb niet even ook 50.000 euro liggen, maar het zijn geen, het is niet dat je meer dan een ton moet neertellen voor die auto. Ik heb hier wel hoge verwachting van en ik kijk uit om hem te gaan rijden, ik kan niet anders zeggen. Ja, ja. Volgens mij komt hij nog deze zomer, toch? Ja, ja. Nou, met Nederland, met waar we heen gaan qua belastingklimaat, zal dit denk ik echt een hele belangrijke auto worden. En om even snel nog, we hebben nog net even tijd af te sluiten, of voor een andere nieuwe auto geldt. We hebben ook namelijk nieuwe C-klasse en die komt er niet als elektrische auto. Wel nog als plug-in, maar eentje. Maar die maken vooral mild hybrid. Dus het wordt leuk om te zien in Nederland straks, is dat dan genoeg? Of neemt zo'n Ioniq, het is iets ander segment, maar qua budget misschien hetzelfde. Of zo'n Ioniq ook gewoon uit dat segment wat mensen gaat wegtrekken. Ja, hè? Want, Ik vind die C-klasse, ik vind het wel een mooie, strakke auto. Ja. Maar ik moet zeggen, ik moet wel om een S, een E en een C straks uit elkaar te houden. Moet je wel... je moet goed kijken, soort, ik ben het met je eens. Moet je een gidsje bij je hebben van, nou, waar moet je nou precies op letten? Ja, we hebben wel gezegd, je moet achterlichtjes stellen, geloof ik. Maar ik vind de huidige E-klasse ook. En zeker bij een E-coupé en een S-coupé moet ik ook altijd twee keer kijken. Ja, en die C was nog net even goed te herkennen, maar dus met de nieuwe wordt het ook minder. Maar even goed, het is wel ook van binnen en zo. Ik vind de huidige C wel een hele fijne auto. Dus ik heb hoge verwachtingen ook van deze. Ja, ik ook. En laten we afwachten hoe dat, of die niet elektrisch nog wel kan meekomen in het Nederlandse belastingklimaat straks. Want het wordt hier wel steeds meer penibel. Ja, het zal niet meevallen voor de Mercedes. Hoe mooi en hoe fijn die ook is. Ja. Uiteindelijk kijken de mensen toch ook met hun portemonnee naar auto's. Geef ze ongelijk, hè? Daarom rijd jij ook in een C1, denk ik. Ja. En dan zijn we weer mooi terug bij af. Ja. Oké, nou dan. De eerste 3 jaar geen wegenbelasting betaald. Helemaal goed. Dus. Dan wens ik jou een goed weekend, Damian. Ik wens jou ook en geniet een goed van jouw autoverjaardag. Absoluut, dankjewel. Oké, goede. Hoi. Nou, beste mensen, laten we het met dat positieve gevoel afsluiten. Dit was hem weer, de Achteruitkijkspiegel voor deze week. En we zien je volgende week weer. Hoi.